Tuig op een mijn rijdt. Twee andere Nederlanders raken gewond. Een van hen is een 35-jarige majoor. We waren via wat binnenwegen waren we op weg naar een van onze eenheden. Dat was de bedoeling. Een van de binnenwegen was al bereden door een panzervoertuig. Het spoor dat hield op bij een bruggetje, omdat het bruggetje te smal was. Wij zijn toch over het bruggetje gegaan. We kwamen plotseling op zeer slecht wegdekken. Tijdens het achteruitrijden reden we op een mijn die ontploft. Het is voor het eerst dat een Nederlandse soldaat als direct gevolg van de oorlog in het voormalig Joegoslavië om het leven komt. Eerst de uitvaartplechtigheid in Helmond voor de in Kroatië omgekomen sergeant Martens. Hij kwam afgelopen zondag om het leven toen een patrouillevoertuig waarin hij zat op een mijn reed. Plechtigheid vond plaats bij de Leonarduskerk in het centrum van Helmond. Naast de collega's van Martens waren uit Kroatië overgevlogen om hun kameraad de laatste eer te bewijzen. En ook minister Terbeek van Defensie woonde de crematie bij. De 25-jarige sergeant is de eerste Nederlandse VN'er die als direct gevolg van de oorlog is omgekomen. Het stoffelijk overschot is vanmiddag in familiekring gecremeerd. Eindhoven is het stoffelijk overschot aangekomen van sergeant Martens, die zondag in Kroatië samen met een andere sergeant en een majoor op een mijn reed. In Zagreb hebben de Nederlandse VN-militairen afscheid genomen van hun omgekomen collega. Het stoffelijk overschot van de sergeant Martens werd door zijn collega onderofficier naar het platform gebracht op het vliegveld van Zagreb. Daar vond de militaire ceremonie plaats, een laatste gelegenheid om afscheid te nemen. Aanwezig waren de plaatsvervangend commandant van de VN-troepen en tal van vertegenwoordigers die aan de VN-operatie in het voormalig Joegoslavië deelnemen. Ook present was de majoor die bij het ongeluk met de antitankmijn licht gewond raakte. In zijn toespraak zei de Nederlandse commandant kolonel Bokhoven dat sergeant Martens als militair het grootste offer heeft gebracht dat mogelijk is in naam van de vrede. Ik begrijp dat maakt buitengewoon veel indruk. U hebt dat hier op de plechtigheid gezien. Dat mensen die met de sergeant Martens hebben samengewerkt zeer onder de indruk zijn. Je ziet toch nog eens een keer extra de ernst van datgene wat hier in het voormalig Joegoslavië aan de hand is. Wordt er heel direct op, met de neus op de feiten gedrukt. En aan de andere kant is het ook zo. Onze taak gaat wel voort in dit door haat verscheurde land. Vrijdag wordt de sergeant Martens in familie... in de Kroatische hoofdstad Zagreb afscheid genomen van hun collega sergeant Martens. Die kwam afgelopen zondag om toen het patrouillevoertuig waar hij in zat op een mijn reed. Twee van zijn collega's raakten daarbij gewond. Tijdens een korte ceremonie bewezen de Nederlandse VN'ers hun omgekomen maatje vanochtend de laatste eer. Een aantal van hen was zichtbaar onder de indruk. De 25-jarige Martens is de eerste Nederlandse VN'er die als direct gevolg van de oorlog is omgekomen. Na de plechtigheid van vanochtend is een stoffelijk overschot op het vliegtuig naar Nederland gezet. Rond 5 uur vanmiddag is het op vliegveld Welschap bij Eindhoven aangekomen. Bij het begin van de Nederlandse VN-operatie in voormalig Joegoslavië hield Politiek Den Haag rekening met een aanvaardbaar risico. Nu, ruim 1,5 jaar later, is de eerste Nederlandse militair gesneuveld. De 25-jarige sergeant reed in Kroatië met zijn voertuig op een mijn. Twee andere Nederlandse beroepsmilitairen raakten gewond, één van hen zeer ernstig. De verslagenheid onder de militairen in Kroatië is groot. Een verslag van Paul Grijpma. Bij het Nederlands verbindingsbataljon in Zagreb heeft de hele dag de vlag half stok gehangen. De verslagenheid onder de militairen is groot. De bataljonsleiding heeft een uitgaansverbod ingesteld tot het moment waarop de stoffelijke resten van de overleden sergeant naar Nederland worden overgebracht. Dat gebeurt woensdag. Zondagmiddag omstreeks 4 uur reden de majoor en de twee sergeanten in de omgeving van Pakrac, een door Serviërs veroverd gebied in Kroatië waar al geruime tijd niet meer wordt gevochten. Een paar uur later kwam bij het bataljon het bericht binnen dat ze op een antitankmijn waren gereden en dat sergeant Martens uit Helmond daarbij om het leven was gekomen. De aangeslagen commandant vindt niet dat de risico's nu opeens onaanvaardbaar zijn geworden. Ik denk niet dat het risico onaanvaardbaar is. Zoals u weet zijn wij bijna 2 jaar hier. Duizenden mensen van de verbindingsdienst zijn nu hier geweest. We rijden honderdduizenden kilometers en dit is het eerste ongeluk. Het is ook het eerste ongeluk war-related wat iets te maken heeft direct met de oorlog. Dus over het geheel genomen van het bataljon denk ik niet dat het risico onaanvaardbaar is.
Ondanks het dramatisch ongeluk worden geen extra maatregelen getroffen. Volgens de bataljonsleiding wordt al veel aan voorlichting en instructie over het gevaar van mijnen gedaan. Meer is niet nodig. Het probleem in het voormalig Joegoslavië is dat de mijnenvelden niet zijn gemarkeerd door de strijdende partijen die ze hebben aangelegd. Volgens de conventie van Genève moet dat wel gebeuren. Daarbij komt dat mijnen telkens op een andere plaats worden gelegd. Voorschrift is dan ook om niet van de normale weg af te gaan. Of de drie Nederlandse militairen dat toch gedaan hebben, zal uit het onderzoek moeten blijken. Het onderzoek is in handen van de marechaussee. Die heeft vanmiddag al de lichtgewonde majoor gehoord. Naar verwachting zal het onderzoek nog geruime tijd duren. Het ministerie van Defensie betreurt het ongeval, maar zal de Nederlandse bijdrage aan de VN-strijdkrachten niet wijzigen. Volgens brigadegeneraal Bastiaans, commandant van de crisisstaf van de Koninklijke Landmacht, behoort een ongeval als dit tot de risico's van de VN-operatie. Ik heb gedurende de tijd dat ik dit nu volg, en dat is nu 2 jaar, heb ik steeds in mijn achterhoofd gehad dat het vroeg of laat een keer moest gaan gebeuren. Niet dat ik dat zou willen, maar dat het zich een keer zou voordoen, dat lag in de lijn van de verwachting. In de 1,5 jaar tijd dat de internationale VN-vredesmacht in het vroegere Joegoslavië actief is, zijn 59 VN-militairen omgekomen en bijna 650 gewond geraakt. De zwaargewonde militair, een 39-jarige sergeant eerste klas, is een klein uur geleden aangekomen op het vliegveld Soesterberg. De sergeant eerste klas Werenstein is vervoerd met een F-27 van de Koninklijke Luchtmacht. Het toestel is speciaal ingericht om gewonden te vervoeren. Werenstein, gehuwd en vader van een zoontje van 7, heeft ernstig rugletsel, vermoedelijk een gebroken ruggenwervel. Hij is begeleid door de legerarts ter Berge en 2 verpleegkundigen. Familieleden zullen hem vanavond ontmoeten in het militair hospitaal in Utrecht. En ook brigadegeneraal Nicolai gaat naar het militair hospitaal. Hij was ter begroeting aanwezig in Soesterberg, maar kon de gewonden niet spreken. De begeleidende arts vond het beter om dat op dit moment nog niet te doen. Dus slecht met hem? Nou, dat vind ik een wat voorbarige conclusie. Maar hij zei, omdat hij ook niet helemaal lekker voelde, vond hij het beter om op dit moment hem nog niet te begroeten. Waarschijnlijk komen vanavond nadere berichten over de toestand van de gewonde militair. De lichtgewonde militair, een 35-jarige majoor uit Bennekom, blijft in Kroatië. Hij is behandeld aan snijwonden en is vanwege de shock ook onder behandeling van een psychiater. In Kroatië is een Nederlandse VN-militair om het leven gekomen toen zijn voertuig op een mijn reed. 2 andere Nederlandse militairen raakten daarbij gewond. 1 van hen zeer ernstig. Hij wordt op dit moment voor behandeling overgebracht naar Nederland. Het is voor het eerst dat een Nederlandse VN-militair in het voormalige Joegoslavië om het leven komt als gevolg van de oorlog. Het dodelijk ongeluk gebeurde vlakbij de stad Pakrac in een deel van Kroatië dat bezet is door Servische troepen. Volgens het ministerie van Defensie werd daar al geruime tijd niet meer gevochten. In Kroatië zijn 450 Nederlandse VN-militairen gelegerd. De omgekomen beroepsmilitair, een 25-jarige sergeant, maakte deel uit van een verbindingseenheid die vlakbij Pakrac is gestationeerd. Ook de 2 gewonde militairen zijn beroeps. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Sinds het gebied rond Pakrac na zware gevechten door Servische strijdgroepen werd ingenomen, geldt het als een van de veiligste VN-sectoren in Kroatië. Het ministerie van Defensie betreurt het ongeluk, maar het heeft geen gevolgen voor de Nederlandse bijdrage aan de VN-strijdkrachten. Ik heb gedurende de tijd dat ik dit nu volg, en dat is nu 2 jaar... heb ik steeds in mijn achterhoofd gehad dat het vroeg of laat een keer moest gaan gebeuren. Niet dat ik dat zou willen, maar dat het zich een keer zou voordoen, dat lag in de lijn van de verwachting. In de 1,5 jaar tijd dat de internationale VN-vredesmacht in het voormalig Joegoslavië actief is, zijn er 59 VN-militairen omgekomen en bijna 650 gewond. Is een Nederlandse VN-militair gedood toen zijn voertuig op een mijn reed. Een andere Nederlandse militair raakte daarbij zwaar gewond aan zijn rug. Hij is in een ziekenhuis in de Kroatische hoofdstad Zagreb opgenomen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse VN-militair in het voormalig Joegoslavië om het leven komt als gevolg van de oorlog. Het dodelijke ongeval gebeurde in Pakrac. Pakrac ligt in een door de Serviërs veroverd gebied in Kroatië. Volgens het ministerie van Defensie werd al geruime tijd niet meer gevochten in en rondom Pakrac. In Kroatië zijn enkele honderden Nederlandse VN-militairen gelegerd.
De omgekomen beroepsmilitair maakte deel uit van een verbindingseenheid. De zwaargewonde militair wordt vandaag nog vanuit Zagreb naar Soesterberg overgevlogen. Een derde Nederlander die in het lege voertuig zat, raakte lichtgewond. Het ministerie van Defensie betreurt het ongeval, maar het heeft geen gevolgen voor de Nederlandse bijdrage aan de VN-strijd. In Kroatië is een Nederlandse VN-militair omgekomen. Het gaat om een sergeant die bij Pakrac in het oosten van de Republiek met zijn voertuig op een mijn reed. Twee andere inzittenden raakten gewond. Het is de eerste keer dat een Nederlandse blauwhelm omkomt bij gevechtshandelingen in het voormalige Joegoslavië. De bij Pakrac omgekomen militair is een 25-jarige sergeant uit Helmond. Een andere inzittende, een 39-jarige sergeant eerste klasse uit Ede, is met zware verwondingen opgenomen in een ziekenhuis in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Hij heeft onder meer zijn ruggengraat gebroken. De derde inzittende kwam er met wat snijwonden en kneuzingen vanaf. De toedracht van het ongeluk is niet duidelijk. Mogelijk ging het om een mijn die was blijven liggen na gevechten in de omgeving. Rond Pakrac werd tot een jaar geleden nog zwaar gevochten. Eerder al kwam een vrouwelijke korporaal om het leven, maar dat was bij een verkeersongeluk dat niets met de gevechten te maken had. Ja, kijk, Pakrac is verdeeld in een Kroatisch en een Servisch gedeelte. Het ligt vlak aan de frontlinie. Er zijn al eerder spanningen geweest deze maanden. Serviërs hebben eerder een aantal bomaanslagen gepleegd. En daar zijn bij een aantal Kroaten omgekomen. Het is natuurlijk nu nog heel moeilijk te zeggen van wie die mijn afkomstig was. Ja, het ging om Nederlandse beroepsmilitairen. Wat was hun taak daar? Ja, ze zorgen voor de communicatie tussen de verschillende VN-eenheden. Waarschijnlijk gaat het om een communicatieman. Ja. Ja, wij hebben ook met het ministerie van Defensie hier in Nederland gebeld, maar ook daar nog geen commentaar. En dat geldt dus ook voor de VN-divisie in Kroatië.